In deze VBA les 18 leer ik je de basisbeginselen voor het maken van een formulier. Dat formulier ziet er als volgt uit. Het heet formulier voor kilometerregistratie en je kunt er twee plaatsnamen invullen. Vervolgens vul je het gereden aantal kilometers in, kies je voor zakelijke of privékilometers en nadat je op invoeren drukt, worden de gegevens op tabblad invoer vastgelegd. Laten we snel beginnen. Een formulier maak je in de Visual Basic Editor, dus die open ik met Alt F11. Aan de linkerzijde in het projectvenster klik je met je rechtermuisknop en kies je onder invoegen voor User Form. Je krijgt dan een basisformulier dat je verder gaat bewerken. Als je het bewerken begint, is het handig om twee zaken te controleren. Allereerst moet het venster Eigenschappen aanstaan. Staat dit bij jou niet aan, ga dan naar Beeld en kies voor Venster Eigenschappen. Ten tweede is het handig wanneer er puntjes in een raster worden weergegeven op het formulier. Hierop kun je later de verschillende formulierelementen uitlijnen. Staat dit raster bij jou niet aan, ga dan naar Extra, Opties, Tab Algemeen en vink Raster weergeven aan. Bevestig dit met OK. Klaar? Dan gaan we het formulier nu maken. Ik begin met het aanpassen van de titel van het formulier. Dit heet in het Engels een caption. Ik selecteer het formulier met mijn linkermuisknop, zodat links de eigenschappen van het formulier verschijnen. Vervolgens, bij Caption, verander ik de titel van het formulier. Wellicht is je opgevallen dat een formulier niet alleen een titel heeft, maar ook een naam. Dit betreft de interne naam waarnaar je verwijst in VBA-code. Vergelijk het met een tabblad. Deze heeft als titel invoer, maar als interne naam blad 1. En daarna verwijs je in de VBA-code. Ik geef mijn formulier de interne naam FRM als afkorting van form of formulier en de hoofdletters KM als afkorting van kilometer. Je ziet nu ook dat de interne naam van het formulier hier wijzigt in venster Eigenschappen. In de volgende stap ga ik een aantal elementen op het formulier plaatsen. Dat worden de besturingselementen genoemd. Ik klik met mijn linkermuisknop op het formulier en in sommige gevallen zal er dan al een werkset met besturingselementen verschijnen. In mijn voorbeeld is dat niet het geval. Ik ga daarom naar tab Beeld en kies voor Werkset. Er verschijnt dan een klein menu met daarin een tab met de verschillende besturingselementen die je op het formulier kunt plaatsen. Op mijn formulier heb ik drie tekstvakken nodig. Ik selecteer daarom het besturingselement tekstvak met mijn linkermuisknop. Ga naar het formulier, houd mijn linkermuisknop ingedrukt en teken vervolgens het betreffende tekstvak. Wanneer ik de linkermuisknop loslaat, wordt het tekstvak getoond. Daarna kan ik het nog groter of kleiner maken. Ook kan ik het verplaatsen door het vast te pakken en te verslepen. Op deze manier kan ik drie tekstvakken tekenen, maar ik kan ook een bestaand tekstvak nemen, Ctrl-C en Ctrl-V gebruiken. En dit vervolgens nogmaals herhalen, om zo tot drie tekstvakken te komen. Ik breng ze in positie en geef ze tenslotte het gewenste formaat. Net zoals bij het formulier krijgen de geplaatste besturingselementen automatisch een interne naam waarnaar je kunt verwijzen in VBA-code. Wanneer ik het eerste tekstvak aanklik met mijn linkermuisknop, zie ik bij venster Eigenschappen dat de naam, de interne naam van dit tekstvak, tekstbox 1 is. Dat is een niet erg herkenbare naam voor in VBA-code. Ik verander daarom de naam door in dit vak te klikken, de bestaande naam weg te halen en deze te vervangen. Ik kies voor TXT als afkorting voor tekstbox of tekstvak, gevolgd door van. In het eerste tekstvak wordt immers ingevuld vanuit welke plaats vertrokken wordt. Ik bevestig de verandering met Enter en ga naar het volgende tekstvak. Dit tekstvak geef ik de naam TXT naar. En tenslotte kies ik het derde tekstvak en dat geef ik de naam TXT, weer als afkorting van tekstbox of tekstvak, en dan de hoofdletters KM voor kilometer. Ik ga verder met het plaatsen van extra elementen op het formulier. Ik klik daartoe met mijn linkermuisknop op het formulier en zie nu dat automatisch het menu werkset met de besturingselementen verschijnt.
Ik ga bijschriften bij de verschillende tekstvakken neerzetten, namelijk van, naar en kilometer. Ik selecteer daartoe het besturingselement bijschrift met mijn linkermuisknop en teken het op het formulier. Wanneer ik eenmaal een bijschrift heb getekend, ga ik dat twee keer kopiëren en plakken. De tekst van de verschillende bijschriften vind ik terug onder Caption. Ik selecteer dus een bijschrift en bij de eigenschappen van het betreffende bijschrift of in het Engels label ga ik naar Caption. Hier vul ik de gewenste tekst in. Voor bijschrift 1 is dat van. Voor bijschrift 2 is dat naar. En voor bijschrift 3 is dat kilometers. Verder hebben de drie bijschriften weer een onduidelijke naam voor VBA-code, dus die ga ik wijzigen. Bij bijschrift 1 kies ik voor de interne naam LBL als afkorting van label, oftewel het Engelse woord voor bijschrift, en van. Het tweede bijschrift noem ik LBL naar. En het derde bijschrift geef ik de interne naam LBL KM. In de volgende stap ga ik keuzerondjes toevoegen aan het formulier, zodat de gebruiker een keuze kan maken tussen zakelijke kilometers en privékilometers. Ik kies het besturingselement keuzerondje en teken dat op het formulier. Uiteraard kan ik het twee keer tekenen of met Ctrl-C en Ctrl-V knippen en plakken het tweede keuzerondje plaatsen. Ik ga naar het eerste keuzerondje, selecteer dit zodat ik de eigenschappen in beeld krijg en geef aan dat als tekst bij dit keuzerondje zakelijk moet komen te staan. Tekst bij het keuzerondje geef je in onder Caption. De interne naam, die ik wat onhandig vind, ga ik ook wijzigen. Ik kies voor OBTN als Engelse afkorting voor Option Button, oftewel keuzerondje, en vervolgens zakelijk. Zo kies ik ook het tweede keuzerondje en ik geef aan dat de tekst hierbij privé moet zijn onder Caption en dat de interne naam OBTN privé moet worden. Ten slotte heb ik nog twee opdrachtknoppen nodig waarmee ik het formulier kan sluiten en waarmee ik gegevens kan invoeren op het tabblad invoer. Maar eerst maak ik het formulier wat groter. Ik selecteer het met mijn linkermuisknop en vergroot het op deze manier. Vervolgens bij de besturingselementen kies ik voor opdrachtknop. Ik teken een opdrachtknop, kopieer deze, plak deze en plaats deze naast de eerste knop op het formulier. Ik selecteer de linkerknop en geef bij Caption aan welke tekst er op de knop moet komen te staan, in dit geval annuleren. En ik ga de knop een handigere interne naam geven, namelijk CMD als afkorting van Command Button of opdrachtknop, gevolgd door Annu van annuleren. Ik kies ook de tweede knop en geef aan dat de tekst op deze knop invoeren moet zijn. Als interne naam kies ik voor CMD invoer. De opmaak van het formulier is nu gereed en ik ga daarom een macro maken waarmee ik het formulier middels een knop kan oproepen op tab invoer. Ik doe dat als volgt. Ik ga terug naar de projectverkenner, klik erop met mijn rechtermuisknop en kies voor invoegen van een module, een gewone macromodule. Vervolgens maak ik een nieuwe module aan met de titel formulier openen. Het enige dat deze macro dus hoeft te doen is het formulier openen. En daarvoor gebruik ik het volgende commando. FRMKM om te verwijzen naar het formulier, .show. Dat is alles. Ik sluit nu de Visual Basic Editor en ga een knop maken waaraan ik deze nieuw gemaakte macro koppel. Ik ga naar tab Ontwikkelaars, invoegen en bij de formulier besturingselementen kies ik voor de knop. Deze teken ik en deze koppel ik aan formulier openen. Ik klik op OK om dat te bevestigen en ik ga nog even de tekst van deze knop wijzigen. Wanneer ik nu op de knop druk, wordt de macro formulier openen gestart
en dus wordt het formulier geopend voor de gebruiker. Er gebeurt nu verder nog niks als ik op de knoppen druk. Wel kan ik al zakelijk of privé kiezen en ik zou al gegevens kunnen invoeren. Om dit formulier nu te sluiten, druk ik op het x'je rechtsboven. Het is nu tijd om het formulier te gaan programmeren en ik keer daarom terug naar de Visual Basic Editor met F11. Ik selecteer weer even het formulier, dubbelklik erop zodat het weer in beeld komt en vanaf hier ga ik verder. Ik dubbelklik nu met mijn linkermuisknop op annuleren. En ik zie dan dat onder FRMKM, onder mijn formulier, automatisch het framework voor een macro wordt aangemaakt. En die macro heet als volgt: cmd_annu_click. Oftewel, cmd_annu verwijst naar de interne naam voor de knop annuleren. Dit is de naam die ik aan die knop heb gegeven. En deze macro wordt actief wanneer je op die knop klikt. In dit geval wil ik dat wanneer je op de knop annuleren drukt, het formulier weer uitgezet wordt. Daartoe geef ik het volgende commando. Unload betekent dat er een formulier moet worden uitgezet en FRMKM verwijst naar mijn formulier. Dit kan ik testen door de VBE te sluiten, door op de knop te drukken op mijn tabblad. En nu, wanneer ik op annuleren druk, heeft deze knop inderdaad een functie gekregen. Op die manier ga ik ook de knop invoeren programmeren, maar daar komt wel wat meer bij kijken. Ik keer weer terug naar de Visual Basic Editor en in dit geval dubbelklik ik weer op het formulier en dubbelklik ik met mijn linkermuisknop op invoeren. Onder de eerder gemaakte formuliermacro verschijnt nu een nieuwe formuliermacro met de titel cmd_invoer_click. Oftewel, als je op de knop invoeren klikt, die ik de interne naam cmd_invoer heb gegeven, dan wordt deze macro uitgevoerd. En hier moeten heel wat stappen gebeuren. Ik wil alle gegevens die de gebruiker in het formulier heeft opgegeven overnemen op tab invoer. Allereerst moet een lege regel worden gekozen in de tabel op blad invoer, zodat daar de nieuwe gegevens geplaatst kunnen worden. Ik schrijf daartoe de volgende twee commandoregels. Deze regels betekenen het volgende. Allereerst wordt verwezen naar de interne naam blad 1, oftewel tab invoer. Daar moet cel A1000 geselecteerd worden. En vervolgens beweegt Excel omhoog om de laatste gevulde cel te selecteren. Als de laatste gevulde cel geselecteerd is, moet er vervolgens één rij naar beneden worden gesprongen door Excel, want dat is de eerste lege rij op het tabblad invoer. Ik kan dit als volgt testen. Ik sluit de VBE. Ik druk op formulier openen. Ik vul even geen gegevens in, maar druk op invoeren. Ik zie dat Excel dan automatisch de eerste lege cel in de gegevensinvoertabel selecteert, namelijk cel A2. Ik annuleer. Stel je voor dat hier al een plaatsnaam zou staan en een aantal andere gegevens. Dan moet Excel dus cel A3 selecteren met de commandoregels die ik zojuist heb gemaakt. Ik druk op formulier openen, druk op invoeren en zie inderdaad dat de volgende lege regel wordt geselecteerd. Dit gedeelte van de invoerknop werkt naar behoren en ik ga verder met het programmeren van het volgende gedeelte. In de volgende stap moeten de gegevens worden overgenomen op tab invoer die de gebruiker zojuist heeft ingevuld. Ik schrijf daartoe de volgende commandoregels. Hier staat nu het volgende. In de geselecteerde cel vult Excel de waarde in die de gebruiker heeft ingevuld in de tekstvak met de interne naam txt van. Vanuit die geselecteerde cel gaat Excel één kolom naar rechts om daar vervolgens de waarde in te vullen die de gebruiker heeft ingevuld in het tekstvak met de interne naam txt naar. En tenslotte vanuit de oorspronkelijk geselecteerde cel gaat Excel twee kolommen naar rechts om daar de waarde in te vullen die de gebruiker heeft ingevuld in het formulier bij tekstvak txtkm. We gaan even kijken of dit naar behoren werkt. Ik sluit de VBE, open het formulier, vul een vanplaats in, een naarplaats en een aantal kilometers. Ik druk op invoeren en ik zie inderdaad
dat Excel bij van Amsterdam invult, bij naar Amersfoort en bij 40 kilometers. We kunnen dus verder programmeren aan de categorie. Ik sluit daarom het formulier en open weer de VBE. Overigens, mocht je bij het openen van de VBE niet in de code van het formulier terechtkomen, maar het formulier zelf zien, klik dan met je rechtermuisknop op de formuliernaam en kies voor programmacode weergeven. Je komt dan alsnog bij de macrocode achter het formulier. In de volgende stap ga ik de keuze van de gebruiker voor zakelijk of privé verwerken. Ik schrijf daarvoor de volgende code gebaseerd op een if-then-else statement. Deze code doet het volgende. Met if wordt een test uitgevoerd. Er wordt namelijk gekeken of het keuzerondje met de interne naam OBTN zakelijk is ingeschakeld. Zo ja, dan is de waarde ervan namelijk true. Als het keuzerondje zakelijk is ingeschakeld, dan moet de geselecteerde cel op tab invoer worden genomen. Van daaruit moet 3 kolommen naar rechts worden gesprongen en daar moet de tekst zakelijk worden ingevuld. Is het keuzerondje OBTN zakelijk niet ingeschakeld, niet gekozen, dan moet er vanuit de geselecteerde cel op tab invoer 3 kolommen naar rechts worden gesprongen en moet de tekst privé worden ingevuld. Immers, als zakelijk niet is gekozen, is dus automatisch privé gekozen. Daarna eindigt de controle en kunnen er eventueel nieuwe commandoregels worden toegevoegd. Ik ga testen of dit werkt. Ik verwijder even de oude gegevens, open het formulier en vul van, naar en kilometers in. In dit geval kies ik voor zakelijk. Ik druk op de knop invoeren, de gegevens worden overgenomen en inderdaad zie ik dat zakelijk ook als categorie wordt opgegeven in kolom D. Ik houd de gegevens nu gelijk, druk op privé en ga deze gegevens nog een keer invoeren. Er wordt een nieuwe lege regel geselecteerd, de gegevens worden overgenomen en inderdaad wordt nu correct privé ingevuld in kolom D. Alles werkt naar behoren en ik kan verder gaan met het programmeren in de VBE. Nadat alle gegevens van de gebruiker zijn overgenomen op tab invoer, wil ik tenslotte dat het formulier wordt leeggemaakt, zodat eventueel doorgegaan kan worden met de volgende invoer. Ik programmeer daartoe de volgende commandoregels. Hier staat letterlijk: maak het tekstvak met de interne naam txt van leeg, met de interne naam txt naar leeg en met de interne naam txt km leeg. Ten slotte wil ik dat in het formulier de cursor weer gaat knipperen in het van vak. Daartoe typ ik het volgende commando. Oftewel, het tekstvak met de interne naam txt van moet focus krijgen en dat doe je met het commando setFocus. Ik sluit de VBE af, druk op formulier openen en vul weer wat gegevens in. Ik druk op de knop invoeren. De gegevens worden nog steeds netjes overgenomen. Het formulier wordt leeggemaakt en vervolgens zie je dat het vanvak weer de focus heeft dat daar de cursor weer knippert. Ik sluit het formulier en dit waren je eerste stappen in het maken van een formulier in Excel.